Vandaag gaan we het hebben over... Ik weet niet. Over mij? Nee, niet over mij. Nee, over Anita gaan we het hebben. Over Anita. Ja, ik miste jou al. Hallo, wat fijn dat je er bent. Dat hoeft niet hoor. Dikke glimlach. Ik heb wel een briefje voor je. Ja, dat vroeg ik me net af. Heb je een briefje bij je? En die heb je. Nou, wat fijn. Dus even kijken. De reden van te laat bij Anita was de pauze was te kort. Wat is dit nou? Die pauze ja. En dat is gewoon veel te kort. Hoe wil je het dan? Dat de pauze is... voor eeuwig. Jij wil voor eeuwig pauze. Ja. Nou, dan heb ik een verrassing voor je. Dat gaat gebeuren. Want als je dood bent, heb je voor eeuwig pauze. Wat is dat nou? Totdat je weer gereïncarneerd wordt. Waarin wil je later gereïncarneerd worden? Of ananas. In een ananas, jongens. Nou, daar lijkt je wel op. Nou, kijk. Nou, ga zitten. Ja, ja, gaat u zitten. Maar niet, waar ga je heen? Waar ga je zitten? Nee. Nou. Ga je naast Bing zitten? Wil je dat gaan doen? Ja, waar ik altijd zit. Naast Bing. Nee. Hoezo? Ja. Maar ik zit altijd naast Bing. Ja, nee. Bing nou, niet, je gaat even daar zitten, want vorige keer waren je met z'n tweeën heel erg aan het giechelen. Weet je nog Bing? Nee. Over alles? Weet ik niet meer. Nee, weet je niet meer. Maar ik weet het weer wel. En ik heb het hier namelijk genoteerd, ergens. Nee, maar wij giechelen niet meer. Dat doen we echt nooit. Wat? En vandaag al helemaal niet. We zijn echt stil vandaag. Nou, ik zie nu op Bing al... gaat nu al giechelen. En waarom zou je vandaag niet gaan giechelen? Omdat haar opa is overleden. Wow! Is dat, ja, en je begint al te giechelen. Ja. En je begint alweer te giechelen, Anita. Dus zelfs de dood van haar opa... kan je... Dat is natuurlijk gewoon een dikke smoes. Nee, geen discussie. Zo. Waar moet ik zitten dan? Nou, ga hier maar even lekker bij mij. Mag ik dan niet... Nee, ook niet naar Iago. Iago. Ook niet. Iago is ook een giechel. Ik wil geen giechelen. Er zijn giecheltjes. Nou, ga lekker zitten. Lekker dicht bij mij. Ik ga zitten. Met je boek. Ik pak mijn boek. Heel goed. Boek! Ja. Oh. Boek. Ja, boek. En dan pak je schrift. Oh, schrift. Ja, ook schrift. Heel goed. En wat heb je daar? Is dat, wat is dat dan? Wat heb jij? Is dat lunch? Een winter... Dat vind ik lekker. Een winterpeen? Ja, dat is een winterpeen. Dat is een dildo bedoel je. Ja. Het lijkt bruin aan de onderkant, man. Wat? Roemie, jij ziet hier een dildo in. Wortel, grote wortel, een winterpenis. Een winterpenis. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Nee, het is, ik vind het goed dat je groente eet. Want ja, groente, daar wordt... Ja, het is lekker. Ja. Het is multifunctioneel. Maar jij ziet in de winterpeen zie jij een dildo. Oké, we gaan dit weer afronden. Ja, dit vergeten we allemaal. Maar fijn dat je groente eet. Heel fijn dat je... Ja. Goed, we zijn bezig over het hoofdstuk van Anne Frank. En waarom Anne Frank in de kast dat is een zit... Jood. Ja, dat is een Joodse in de oorlog. Die heeft heel lang in de kast gezeten. Ze was lesbisch. Wie? Anne Frank. Was uit de kast gekomen. Nee, in de Tweede Wereldoorlog was er geen homoseksualiteit. Dat, nee, in de Tweede Wereldoorlog was het er niet. Dat is misschien... Tuurlijk wel, jongens! Ik bedoel, homoseksualiteit is iets wat al vanaf... Dat is door u uitgevonden, toch? Nee, is niet door mij uitgevonden, maar ik zie daar nog iemand. Door de... Kom, is dat Tess? Ja! Wat is dit, jongens? Oh, ja, ik ben ook heel blij dat jij er bent. Nou, ga zitten. Je hebt ook een blauw briefje? Mag... Nee, je ziet dat er een tas hier zit. Huh? Mag ik even jouw blauwe briefje ten eerste? Ja. En ga even naast zitten. Je mag niet zitten. Je mag niet zitten, wat is er aan de hand? Nou, mijn tas zit daar. Doe een Silla alsjeblieft, zeg. Nee, maar nou, geen discussie, ga je lekker naast Anita zitten. Niet even op. Ik miste jou al. Ik fiets jou voorbij, hè? Zag je dat? Nou, toen zei ik nog hallo, maar je zei helemaal niks. Ja, Wat is, oh, wat is de reden? Oh, ik kom mijn foetus, of fiets. Foetus. Ik kom mijn foetus niet vinden, ik kom mijn fiets niet vinden. Nee, ik kom mijn fiets niet vinden. Waarom zou je je fiets moeten vinden? Het is een kleine pauze. Nou, ik ging de stad in en weer terug. Ben je naar de stad in geweest? Ja, ik ben naar de stad in geweest, alleen dan lopend. Oké, dat is toch niet handig? In een kwartier kwijt of niet? Nee, want ik was mijn fiets kwijt. Dus je zat bij de HEMA, zat je ergens? Nee, ik zat niet bij de HEMA. Ik ging gewoon de stad in. Ik ging gewoon een broodje halen. Details doen er niet toe. Ik was gewoon fiets kwijt. Jij was gewoon fiets kwijt. Nou oké, ik vind het prima. Nou. Ga lekker zitten en ga pak je boeken. Heb je boeken bij je of heb je die vergeten? Die ben ik. Nee, dat meen je niet. Wat erg. Moeten jullie samen doen? Samen doen, ja. Ja, kunnen jullie dingen samen doen? Zeker. Wat moet je nou gelachen? Doe eens even niet zo raar. Niet zo raar. Ja, Roemie zat slurpgeluiden te maken. Slurpgeluiden te maken? Ja. Roemie, geen slurpgeluiden maken. Ik heb ze niet gehoord, maar goed. En jullie leven lekker met z'n tweeën samen. Maar
wel onder een bepaalde mate van rust. Ja? Ja. Oké. Gaan wij weer verder. Het gaat over de tekst over Anne Frank. Ik zal even op het bord schrijven wie en wat Anne Frank is. Anna. Anne. 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 Ja. Anne. Doe eens even normaal. Dit is echt heel kinderachtig. Wat is er nou? Hij zat slurpende geluiden te maken. Zit jij weer slurpende geluiden te maken? Hij zit fucking vies te doen. Echt, je moet echt nu even normaal doen. Ik weet niet wat jij bedenkt nu of wat jij in je hoofd hebt, maar je gaat nu stoppen. Echt zo. Het is klaar. Hij zit fucking vies te doen. Jij moet het maar normaal doen. Hoor, dan wil zeggen. Wat ga jij met je hoofd? Wacht even, wat ben jij aan het doen, Roemie? Mijn penview. Je penview. Bullshit! Jullie zagen toch dat mijn penview? Ja, ja, maar Roemi, alsjeblieft. Ben je nou slurpende... waarom zou je slurpende geluiden maken? Hè? Ja, doe even normaal, hou je bek en ga gewoon naar je werk. Echt zo. Goed. Er is maar één moment waarop je slurpende geluiden maakt en dat is... In de slaapkamer. Nee. Nee, dat als je soep eet. Gewoon als je hete... Als je hete soep eet, dan doe je slurpende geluiden. Wat de fuck wil jij? Fietsenhok, daar wordt dan wel slurpende geluiden. Wat de fuck wil jij? In het fietsenhok. Zeg dan! Ik snap het even niet. En dat vind ik verrassend, dat ik het niet snap wat er gebeurt. Nee, ik snap het ook niet, meneer. Nee. Wat zei je? Wat zei je? Goed, we gaan even verder met de rest. Anne Frank, Anita, mag ik even... Echt een mietje. Anita, mag ik even contact met jou? Nee. Nee? Maar we hebben wel contact nu, hè? Dus je zegt nee, maar we hebben nu contact. Ja? Ik wil eigenlijk even contact met Roemie, want ik wil even weten wat hier aan de hand is. Echt zo. Ja, vertel het maar. Ik wil dat even niet. Ik wil dat even klaar is, anders gaan we... Jullie beter weten dan ik. Sorry, maar jij hebt iemand die zegt dat je het kan laten zien, dus laat maar zien. Oké, hallo, waar gaat het nou over? Dit gaat over Anne Frank! Dit gaat niet over Anne Frank, dit gaat over Roemie! Nee, dit gaat over Anne Frank. Ik weet niet wat met jullie... Jij hebt gewoon beslurpende geluiden. En Anita, jij moet je niet overal door laten uitlokken. Hoezo uit? Zij doet helemaal niks. Hij zit letterlijk slurpgeluiden te maken. Gaat Tess nou ook beginnen? Je zijn lekker stel met z'n tweeën, hè? Anders ga ik jullie ook weer even apart zetten. Ga ik jullie scheiden? Wie is wel eens een Anne Frank museum geweest? Ja? Wat doe jij? Zijn pen. Wat doe... Anita? Even normaal doen nu. Leg maar uit dan, als je het zo goed weet. Beide handen. Je hebt het lef om je hele tijd je bek open te trekken en kutopmerkingen te maken. Maar je gaat nu zeggen wat er is gebeurd. Wat is daar aan de hand, jongens? Volgens mij ben ik niet de enige die weet wat er is gebeurd. Ik ben even helemaal de draad kwijt. Maar we gaan gewoon even, doe je even dat boek even weer terug. Als je nog één keertje doet, Anita, dan... Nee, dat hoeft ook niet zo. Je kan het gewoon geven, hè? Nee, dat is vies. Maar nee, je kan het gewoon geven. Kan jij mij vertellen wat er aan de hand is? Of, Ja, dat weet ik toch niet. Ik vraag de hele tijd waarom hij zo doet. Hij moet de hele tijd kutopmerkingen maken en ik wil weten wat er aan de hand is. Maar hij houdt de hele tijd... Oh, maar dat weet ik niet. En mijn pen valt. En mijn neer. Doe even normaal, man. Ja, doe even normaal, man. Zo, dan sla ik me even bij aan. Waarom ga je haar nu naam, terwijl je weet hoe zij doet? Zij ook trouwens, die daarachter. Bij de handje. Hey, wat nou? Laat Britten bij de handje. Ga je haar houden? Je moet gewoon je bek houden. Dankjewel. Of leg het uit of hou je bek. Oké, nou. Je moet het gewoon uitleggen of je moet je bek houden. We zitten hier in de les, ja? Ja, je voelt je wel heel aangevallen, hè? Ja, jij moet al helemaal je bek houden. Oh. Dankjewel. Goed, Anne Frank. Echt zo. Anne Frank. Goed, Anne Frank is in 1944 ontdekt. Toen zat ze dus... niet in de kast, maar achter de kast. Een hele mooie. Jezus, meneer, kunt u ophouden over die kast, alsjeblieft? Even skip de kast, je kwam uit de kast. Weet je, boeit me niet. Wie weet wanneer Anne Frank uit Amsterdam is gedeporteerd? 44. Heel goed, dat schrijf ik even op. Snurt. 1944. Anne Frank, 19. Oh, jongens. 44, wacht even. Wat gebeurt? Wat is dit nou? Wij houden van elkaar. Wij houden van elkaar? Ja, deze. Dat wisten we al. Nee, maar... dat is jou. Voor jou en voor iedereen. Okay. Als jullie even weer los van elkaar kunnen komen, want mooi dat jullie van elkaar houden. Stelletje homofoben zijn het. Echt zo. Homofoben? Dit zijn allemaal mensen die homo's haten. Wat is dit? Ik vind het heel mooi dat jullie van elkaar houden, want daar ben ik heel blij mee. Willen jullie nou weer even los van elkaar? Hallo, Tess. Weer even los weer van Anita, maar dan vind ik het een beetje ja. Beetje raar, goed zo. Beetje, nou, het is niet raar. Ja, het is wel raar. In de klas is het raar. Waarom is het nou weer raar? Waarom wordt het dit gedaan? Ja.
maar dat komt door jou zijn. Wat is gadverdamme? Lijkt mij prachtig, toch? Twee mensen die van elkaar houden. Ja. Dat moeten we meer doen, meer van elkaar houden. Hey, wat is daar mis mee? Wat is er? Gedraag je gewoon. Ga zoenen het fietsen op dan. Wat fietsen op? Waarom zeg je dat? Dat is helemaal niet... Wacht even, ik ben hier helemaal... Oh nee! Oh wat? Zit er nou een klas? Oh my god! Oh, wat is dit nou? Oh nee! Oh, zijn betrapt! Dat gaat me helemaal... Wat is er nou? Is een filmpje. Een filmpje? Wat ga je doen? Weg. Weg? Ja. Waarom? Oh my god. Oh. Oké. Nou, dit zat dus ook in dat filmpje. Filmpje? Wat voor filmpje? Nou, wat Roemie net speelde. Het is gefilmd, dat is aan het zoenen. Wat is gefilmd? Dat is aan het zoenen waren. Ze zaten letterlijk, wat ze net deden, hadden in een fietsel. Gewoon tong in mond. Ze waren zeg maar aan het worstelen. Ik begrijp er helemaal niks van. Maar ze hebben lopen worstelen en daar is een filmpje van. Ze hebben gezoend. Ze hebben? Gezoend. Gezoend? Ja, in de fietsel. Wie? Dat zeggen we de hele tijd. Tess en Anita. Ja. Echt? Ja. Nou ja, dat is toch mooi, of niet? Ja. Ben jij ook wel eens verliefd geweest als jongen op jongen of als meisje op meisje? Laat het me weten. Like, deel, volg, abonnee en tot de volgende week. Hoi!